we hebben eigenlijk deze dag georganiseerd om de mensen van Nieuw-West kennis te laten maken met dit gebied. Wij hebben dit gebied zelf 2 jaar geleden zeg maar, ontdekt. Dat dit nog allemaal open land is waar een heleboel mee zou kunnen. En we willen graag dat meer mensen daarvan gaan gebruik maken. Dat wil het stadsdeel eigenlijk ook. Maar het is nog een beetje onbekend. En eigenlijk nu is pas duidelijk geworden dat het echt gaat worden ontwikkeld voor de stedeling. En daarom hebben we deze maaltijd vandaag. Als u mij persoonlijk vraagt, ik vind het erg leuk dat het stadsdeel dit nu wil inrichten voor de burgers uit de stad. Maar ik vind het jammer dat zij stadslandbouw een beetje smal invullen. Het zou niet leuk zijn als we dit gebied ook zouden kunnen gebruiken echt voor het verbouwen van groenten en eetbare dingen. Dat zou leuk zijn. Maar het is vooral de bedoeling dat hier veel natuur blijft en weilanden waar weidevogels hun thuis hebben. En dat geeft wat beperkingen op het grondgebruik. Als vereniging Boeren Stadswens vinden wij het erg belangrijk dat de stedeling een beetje voeling houdt met waar zijn voedsel gemaakt wordt. En daarom hebben we ook echt gezorgd dat het eten voor vanavond alleen maar uit deze streek komt en dat de mensen het zelf moeten ophalen. Dat ze kunnen zien hoe de boerderijen erbij liggen waar dat voedsel gemaakt wordt en het zelf kunnen plukken. En dat is een heel ander gevoel, zit je dan mee te eten dan als je bij Albert Heijn voedsel koopt. Daar heb je niet in de gaten wat het voor seizoen is en waar het voedsel vandaan komt en dat hebben we hier wel. Ja, Boeren Stadswens is een vereniging van stedelingen die een meer betekenisvolle relatie willen met het platteland om Amsterdam. En we hebben in Amsterdam het voorrecht dat er hier nog heel veel boerderijen om de stad liggen en aan alle kanten open land is. En we hebben ook het voordeel dat we een wethouder hebben, Marijke Vos, die met haar proeftuin gaat zorgen dat dit terrein ook groen blijft en in dienst van voedselproductie voor de stad. En als Boeren Stadswens willen wij gewoon burgers uitnodigen om daar meer van te zien en te genieten. Onze vereniging is 3 jaar geleden opgericht door Gaston Remmers en Hans Wilschut. Ik ben er zelf ook vanaf het begin bij betrokken. En het doel daarvan is dat we burgers meenemen om de eerste activiteiten, waar ook excursies naar boerderijen, waar we met kinderen en ouders zijn rondgeleid. En dan zie je dat het... Daar heb je dan een vereniging voor nodig, want zelf kan je tegenwoordig moeilijk bij een boer aanbellen en vragen of je zijn bedrijf mag zien. Maar als je dat samen doet, dan gaat dat wel en dan blijkt dat zowel de stedelingen als de boeren dat ontzettend leuk vinden om elkaar op die manier te ontmoeten. Onze doelstellingen zijn er een heleboel, maar we willen graag dat weer voedsel uit de omgeving van Amsterdam in Amsterdam te koop is. En we willen dat er iedere maand een activiteit is op een boerderij voor stedelingen uit de stad. En we willen ook dat er andere activiteiten komen op het platteland voor stedelingen. Er is een grote vraag vanuit de stad, bijvoorbeeld door ouderen, mensen met een handicap en mensen die langdurig ziek zijn of werkloos. Nou veeg ik ze allemaal op met een hoopje, maar allerlei groepen, ook kinderen uit de stad, zouden zoveel meer kunnen genieten van wat we hier in Amsterdam hebben dan ze nu doen. En daar willen wij een soort platform voor zijn waar de vraag met het aanbod kan worden bijeengebracht. Dat doen we op verschillende manieren. We zijn als vereniging actief in het organiseren en opzetten van projecten. In samenwerking met Proeftuin Amsterdam en zoveel mogelijk andere partijen. Dus we praten ook veel met scholen en met een heleboel kleine organisaties die nu steeds meer ontstaan en die soortgelijke doelstellingen hebben als wij. Verder heeft Boeren Stadswens een groot project opgezet dat heet Boerderij Educatie Amsterdam. Dit eerste jaar hebben daardoor 300 schoolklassen uit de hele stad een dagje kunnen werken bij een boer. Op de website boerderijeducatieamsterdam.nl
ziet u een kaartje met aan Noord, Zuid, West, Oost allemaal boerderijen waar die kinderen deze zomer hebben gewerkt. En dat is helemaal gratis gedaan. Voor de leerkrachten is het heel makkelijk op die manier. En daardoor zien we ook dat de boeren die nu die kinderen ontvangen steeds meer mogelijkheden gaan zien voor relaties met de stad. Dus er zijn al scholen die willen meer dan één bezoek. En er zijn ook al boeren die willen meer dan één klas. En zo denken we dat daar veel uit kan voortkomen.